Goed, ja, het AIDA is dus een Amerikaanse productie. En dat wil zeggen dat er heel veel Amerikanen betrokken zijn bij de totstandkoming van deze musical. En die Amerikanen die blijven tot de dag van de première, dus tot vandaag. Such a life. Speaks to that gospel bluesy kind of thing that I'm used to, and all the stuff like Father, Like Son. It's got the. It's quite energetic, and it's technically difficult. But it's also kind of free and emotional, and you have to just kind of be willing to throw yourself over the top and really get into it. I love the people here, and I love the climate here, and I love the fact that everybody's really excited about the show. Okay, do you want one more time, guys, or you want to do it one more time? Yeah. And then we'll call it a day. This one's for real, then. No, can't catch ya. There's segments that are the Nubian people, so we get into a lot of African styles. The Egyptians, we really don't go into kind of a stereotypical Egyptian style, but we go kind of more modern. Ook het licht speelt tijdens de voorstelling een belangrijke rol. De Amerikaanse Natasha Katz ontving zelfs een Tony Award voor het lichtontwerp van AIDA. Elke lamp is bedoeld ergens voor. Er is een heel boekwerk van. Daar wordt hij ook voor gebruikt. En je merkt aan hoe dat ingehangen is en wat ermee gebeurt. Ook de absolute vakvrouw is. Er hangt zoveel en je probeert toch elke avond weer dat wat haar bedoeling is geweest 100% voor elkaar te krijgen. En dan gaat wel eens wat mis en dan probeer je in te grijpen en toch plaatje een beetje overeind te houden. Ja. Dat is eigenlijk de sport van wat ik hier zit te doen. Ready and E flat 2-3. Summon her bonden. En iedere dag wordt er nog hard gewerkt om de laatste schoonheidsfoutjes weg te poetsen. Vandaag zullen de Amerikanen vertrekken en hun werk overdragen aan de Nederlanders. Op eentje na. I'm the American that's staying behind, and it's only because I like it so much. Ja, dat was Jim Abbott. En ook hij stond vanavond op dit podium tijdens dat, minutenlange, ovationele slotapplaus.